Welkom op de persconferentie na afloop van KV Kortrijk Waasland-Beveren. We beginnen uiteraard met de bezoekende trainer, meneer Vreven. Ja, na 12 minuten, 2-0 achter, dat is balen, denk ik, als trainer. Ja, goed, inderdaad, de wedstrijd was na 12 minuten gespeeld. We hebben de eerste kwartier, bijna de eerste helft zelfs, gewoon niet verdedigd. Ja, dan is het erg lastig om een resultaat te halen, een wedstrijd te winnen. Het is eigenlijk het week na week hetzelfde verhaal. Hè. Als de wedstrijd eigenlijk gelopen is, eigenlijk gespeeld heb, dan gooien wij alles van ons af. Dan gaan wij voetballen, dan gaan we doen wat we hebben afgesproken. Duels winnen, tweede bal oppikken. Ja, de tweede helft was er geen verschil meer tussen Kortrijk en Waasland-Beveren. Maar goed, ik weet ook dat Kortrijk met die voorsprong achteruit kan leunen. Maar goed, het meeste baal ik dat nu iedereen zegt. Hè. Ja goed, het is geen schande om in Kortrijk te verliezen. En dus wij spelen inderdaad nog altijd zo. Van, in Kortrijk nog niet verloren. Goede ploeg, volwassen ploeg. En zo beginnen wij de wedstrijd. Dus ja goed, daar baal ik verschrikkelijk van. Want ook in Kortrijk kunnen wij winnen. Maar wij hebben nog altijd zoveel schroom in alle geledingen van... Wij durven nog altijd niet echt winnen. Wij zijn nog altijd veel te nederig, vind ik. Ik vind elke nederlaag die we oplopen, is niet normaal. En elke overwinning die we pakken, dat is gewoon oké en normaal. Dus daar zijn wij nog heel onvolwassen in. We hebben de eerste helft als jongetjes gespeeld tegen echte kerels. Kortrijk is een heel volwassen ploeg. Heel stug. En ik viel me eigenlijk tegen dat... Met alle respect dat zij vandaag schorsingen en geblesseerden hebben. Want de jongens die erin gekomen zijn, hadden voor mij nog meer voetballend vermogen als ze voorheen hadden. Dus het is gewoon een zeer goed elftal. Dus verdiende overwinning. Maar ik vind toch achteraf gezien, ook hier verliezen wij onnodig. Want als je met zoveel schroom, angst de wedstrijd begint, is het onmogelijk om wedstrijden te winnen. Dus dat is jammer en daar baal ik dan wel van. Johan, ja, aan de andere kant, er was deze week een beetje in de pers van er moet aanvallender gespeeld worden, er moet meer spektakel komen, maar ja, die eerste 45 minuten waren wel een statement dat jullie gemaakt hebben, denk ik. Hè? Ja, dat was een zeer goede eerste helft van onze ploeg, maar ik denk dat iedereen spreekt over dit voetbal aan een paar maanden, niet dit week. Dat komt altijd hetzelfde verhaal terug, maar bon, ik heb een andere keuze gemaakt dit week door... Ik zal niet zeggen omstandigheden, maar ik vind dat sommige spelers verdienen ook de kans dat ze hebben gekregen vanavond. En dat hebben ze zeer goed gedaan. Als ik pak van Eno, Daan, ze hebben zeer goed gespeeld. En dat zijn altijd twee jongens die trainen altijd voluit. En die zijn ook belangrijk in de kleedkamer. En als je ziet de rendementen dat ze kunnen onmiddellijk hebben, ik moet alleen maar proficiat zeggen. Maar ik vind dat onze eerste helft, ja, was zeer... Zeer goed, behalve na de derde doelpunt. Dat was iets minder druk op de ploeg van Waasland-Beveren. En dan, we spelen niet meer de voetbal dat ik had gevraagd. Maar bon, ik kan niet eisen dat we zo voetballen gedurende 90 minuten. Dat is niet te doen. Dus ik ben wel zeer tevreden vanavond van wat ik heb gezien. Vooral die eerste half uur. En qua spel ook. In de korte combinatie, de bal recupereren. Zoeken allee, tussen de linies Stijn de Smet van Eno en daarna de snelheid van Maruzic en de kwaliteit van de voorzet van de Christophe Daan. En als je ziet dat, ja, ik kan tevreden zijn vanavond. Ja, en we zitten, of u vooral dan, met positieve selectieproblemen, denk ik. Hè? Als ik meneer Vreven een beetje kan volgen, die zegt, ja, we hebben er 15, 16 die kunnen meedoen, hè, woensdag. Ja, maar ik denk dat elke ploeg heeft ook een kern... om bijna alle spelers te kunnen gebruiken. We hebben dat ook hier met de verschillende kwaliteit tussen de spelers. En nu, ja, we zullen wel zien, maar dat is mijn probleem. Maar voor mij is dat geen probleem. Het is een plezier om zo spelers te kunnen werken.